Ik zit hier samen met Caroline Tesselaar. Kan je vertellen, wat is jouw functie hier? Ja, ik doe de marketing en de duurzaamheid binnen het bedrijf. Een aantal facilitaire zaken. Maar de hoofdmoot is het vermarkten van onze bloem. En het verduurzamen van ons bedrijf. En kan je daar iets over vertellen, over de duurzaamheid? Hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is een heel proces. Wij berekenen al sinds 2016 de milieu-footprint van de bloem. Dus dat komt er eigenlijk op neer van wat stop je erin om tot deze bloem te komen. En tot aan dat hij de deur uitgaat, eigenlijk de vrachtwagen in naar de diverse klanten. Dus je gas, je water, elektra, je gewasbescherming, meststoffen. Dat berekenen we allemaal van hoeveel in totaal gebruiken we in een jaar. En dan deel je dat eigenlijk door je oppervlak en je aantal stelen. Dus hoe productiever een soort, hoe lager eigenlijk de footprint. Maar ook hoe minder je erin stopt, hoe lager de footprint. En de Alstroemeria is in de basis heel duurzaam omdat het een vaste plant is. Dus wij zitten hier nu in een relatief jong gewas. Dit is net anderhalf jaar oud omdat het een nieuwe locatie is. Maar wij hebben planten die al 16 jaar constant nieuwe bloemen geven. Gemiddeld is bij ons de looptijd 7 jaar. De plant geeft constant nieuwe scheuten. Die oogsten we en die gaan naar de klanten toe. Verder is het een bloem die weinig last heeft van schimmelvorming. Dus we hebben hier tussen ook eigenlijk de afvalstelen liggen. Dus dat is weer een meststof voor de bloem. En wat we nog nodig hebben aan bestrijding is meestal biologisch. Wel 95% is biologische bestrijding. Dus dat maakt hem in de basis gewoon al vrij duurzaam. Kan je iets vertellen over, je hebt het erover gezegd van we kunnen per steel berekenen de CO2-uitstoot. Kan je iets over vertellen van hoe je dat berekent en wat het inhoudt? Ja, uiteindelijk als je dus helemaal bekijkt wat gebruiken we nou in een jaar om tot die bloem te komen. Dan deel je dus door het oppervlak en het aantal stelen en dan weet je eigenlijk per soort wat de uitstoot is. Nou was dat in 2016 gemiddeld genomen 310 gram per steel. Dat is uiteindelijk gezakt naar vorig jaar 270 gram zo'n beetje. We hebben ook bewust op onze website per soort vermeld wat dan die uitstoot is. En het verschil zit hem vooral in de productie per soort. Hoe meer je produceert, hoe lager je footprint is. Dus dat is eigenlijk in de basis het verschil. En wij doen bewust, of wij melden dit eigenlijk bewust op de website om gewoon een stukje bewustwording te krijgen van wat houdt dat nou in? Wat zegt zo'n getal? En uiteindelijk is ons doel om het elk jaar weer lager te krijgen. Dat doe je bijvoorbeeld door optimalere lampen op te hangen die minder verbruiken, maar nog steeds heel krachtig licht geven. Andere meststoffen, waardoor je minder nodig hebt. Andere soorten die productiever zijn. En zo zoek je constant naar wat werkt wel en wat werkt niet. We hadden het net over duurzaamheid, van het kweken van de Alstroemeria, maar ook voor de consument. Een Alstroemeria, als je hem koopt, dan blijft hij ongeveer 2 weken goed in de vaas. Kan je iets vertellen over, we krijgen hem in de knop als consument zijn, kun je iets vertellen over de bloei en de groei daarvan? Ja, dat is het mooie mysterieuze eigenlijk van de Alstroemeria. De kenners die willen hem heel graag in de knop kopen, want dan weten ze, ik heb zeker 3 weken lang er gebeurt iets op mijn vaas. Je krijgt hem in de knop en hij bloeit gaandeweg open en dan heb je echt een hele volle bos. Ja, de mensen die hem niet kennen, die weten nog niet wat eruit gaat komen. En dan is het wel eens lastig dat hij juist in de knop in een boeket zit. En dan zijn de eerste bloemen uit je mixboeket zijn eigenlijk al ingezakt en dan komt de Alstroemeria nog. Vind ik zelf als kweker wel eens lastig. Ik zou graag zien dat een bloemist ook eens een keer een aantal open, wat meer open Alstroemeria's verkoopt en dan ook gewoon per steel. En omdat je ook, je ziet het ook wel, één zo'n steel die heeft al zoveel knopjes. Ja. Hij kan ook gewoon als eenling in een vaasje al heel veel doen. Dus het is een hele veelzijdige bloem die ook wel als monoboeket, als je hem dus in de knop krijgt heb je een vrij klein boeket. Maar als hij helemaal open komt heb je echt zo'n boeket staan in je huis, die ook echt lang staat. Ja, hij kan los in de vaasjes, hij kan goed in een mix. Ja, een Alstroemeria past eigenlijk overal, altijd. En het overbrengen van dat verhaal echt op de bloemist en de eindklant is voor ons als kweker best wel lastig. Je laat op de website heel duidelijk zien, dit is de bloem en zo komt hij open. Dus dit is ook echt de kleur. En we zitten hier in een rode soort. Maar welke kleur rood? Is het dieprood? Is het warmrood? Dat zie je pas later.
Ja. Dus daar proberen we zoveel mogelijk over te informeren. Het assortiment op de website is altijd helemaal compleet. We hebben een kleurenwaaier die men kan bestellen, waarin je dus echt goed ziet wat zijn alle kleuren die wij telen. Ja, en daar hebben we denk ik qua marketing gewoon nog heel veel te doen om gewoon echt te laten zien, hey, wat doet die bloem? Welke beleving krijg je nou op de vaas? In hoeverre weet jij als kweker waar je bloem naartoe gaat? Gedeeltelijk weten we het heel goed, omdat we direct leveren aan bijvoorbeeld de retail. Maar voor een groot deel weet je het ook niet, omdat het een best lange keten is bij ons in de sector. Het gaat van groothandel weer naar de landen om ons heen, naar een cash and carry, naar een bloemist. Dus je weet niet altijd exact waar het terecht komt. Ik krijg van consumenten ook wel eens de vraag van, goh, ik wil graag die paarse alstroemeria, waar kan hij die kopen? Dat weet ik niet exact. Dat ligt echt aan het bloemist waar hij of zij inkoopt. En of hij of zij dan ook onze soorten koopt. Maar het is wel heel tof dat we bijvoorbeeld via Facebook toch regelmatig berichtjes krijgen. Van ofwel een bloemist of een eindklant die zegt, oh wat staan ze tof en wat zit een gave kleur. En nou ja, ik hoop dat we dat nog veel meer zien. En dat mensen met ons delen hoe ze ons product vinden. En wat voor creaties ze ermee maken. En hoe ze er iemand blij mee maken. Dat zien wij altijd graag, want we staan hier met veel plezier te werken om de mensen thuis ook die glimlach te bezorgen. Daar doen we het met z'n allen allemaal voor en dat zien we ook weer graag weer terug.